Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van jou hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens, zo lief had als ik jou. U kent dat gedicht misschien wel, van Hans Andreas. Een aangrijpend gedicht. En ik dacht bij de voorbereiding op deze bijzondere dag, nog niet wetend dat het zo'n mooie dag zou zijn. Het is speciaal voor ons vandaag, voor deze begraafplaats, is vanochtend de zon gaan schijnen in Kennemerland. Ik dacht bij de voorbereiding, dat gedicht, dat ligt misschien wel ten grondslag aan deze onvergetelijke begraafplaats hier in Bloemendaal. Een parel van een plaat waar allemaal, misschien mag ik het zo zeggen, tekenen van liefde zijn opgericht. Namen in steen gebeiteld om maar niet te vergeten. Om iets uit te drukken wat misschien wel niet uit te drukken is, alleen maar samengevat kan worden in een naam. Om de gedachtenis aan de namen van onze dierbare leven te houden. Daarom is deze begraafplaats hier. Daarom zijn we ook vandaag hier, denk ik. We zijn hier dankzij Johanna van der Vliet-Borski, die per brief van oktober 1911 besloot tot de schenking van een perceel duin aan de gemeente Bloemendaal ten behoeve van een in te richten algemene begraafplaats. Al hier, een begraafplaats voor de bewoners van Bloemendaal. Tanker Bijenveld, ik weet niet waar hij zit, maar die zal zo meteen u nog iets over haar vertellen. Een van de nazaten. En de grafkelder van de familie Borski kunnen we zo dadelijk ook zien. We zijn hier ook dankzij, ik noem maar even twee namen, dankzij Leonard Springer, die deze begraafplaats ontwierp. Ook hij ligt hier begraven. We noemen hun namen met eerbied, opdat we hen maar niet vergeten. Dat is misschien wel de essentie van een begraafplaats. Dat we niet vergeten wie ons zijn voorgegaan. De mensen uit wie wij op de een of andere manier voortkomen. Mensen die ons gevormd hebben in goede en in kwade dagen. Hun namen zijn niet slechts namen, maar verhalen. Hele geschiedenissen gaan schuil in al die namen. En het bijzondere vind ik altijd dat wanneer je op deze begraafplaats loopt, dat je als het ware wordt omgeven door al die namen die allemaal verhalen vertellen. Voor de een helderder dan de ander, maar op de een of andere manier maken die namen mij ook elke keer weer nieuwsgierig. Wie zal dat zijn? Wat heeft hij meegemaakt? Wat heeft zijn of haar leven getekend? Wat heeft deze mens opgericht? Wat kunnen we aan deze mens hebben? Allemaal vragen die je krijgt als je zo rondloopt en al die namen ziet staan. Het mooie is ook, je ligt hier dus niet alleen. En dat geeft je ook tegelijk het besef dat je niet alleen in dit leven, maar zelfs ook in de dood, blijkbaar niet helemaal alleen bent. Je wordt omgeven door allemaal namen van mensen die je kent en mensen die je niet kent, maar mensen waar je op de een of andere manier een geschiedenis mee vormt. Je staat niet alleen in deze wereld, je wordt omgeven door mensen met namen. Je bent een onderdeel van een geschiedenis met allemaal mensen die zijn zoals jij bent. En die namen op die stenen roepen ons op om te gedenken. In het Bijbels-Hebreeuws betekent gedenken meer dan alleen maar herinneringen ophalen.
zoals wij dat vaak denken. We gaan nog eens even zeggen, vertel nog eens even een verhaal over die of die. Maar gedenken in het Hebreeuws, het woordje zagar, staat er in het Hebreeuws, in die Bijbelse teksten. Dat betekent eigenlijk ten diepste iemand zo gedenken dat hij van invloed is op wat je zegt en wat je doet in je leven. Het is iemand zo present stellen dat als het ware door de wijze waarop je dat doet, diegene die al overleden is, weer helemaal tot leven komt. Dat is eigenlijk in Bijbelse zin gedenken. Dus niet alleen maar nog eens denken aan, maar iemand heel actief present stellen in je leven. Zagar is in het Hebreeuws dus iets hoogst actiefs. Er gaat een bepaalde opdracht van uit. Als je iemand gedenkt, dan laat je hem als het ware voortleven in jouw leven. In wat je zegt, in wat je doet. Dat is gedenken. Dus dat is niet zomaar vrijblijvend herinneringen ophalen, maar concreet iemand laten doordringen in jouw ziel. Dat is ten diepste gedenken. En daar is volgens mij ook deze begraafplaats voor bedoeld, opdat we niet vergeten, maar gedenken. Er zijn mensen die hier wekelijks komen, ik ken zelfs mensen die hier bijna dagelijks komen. En dan zetten ze soms een klapstoeltje tegenover die steen om even bij te praten. Wel heel ontroerend gezicht. Anderen steken misschien in stilte een kaarsje aan, als dat mag op deze begraafplaats. Klopt wel, hè? Weer anderen zorgen dat die omgeving rondom die stenen weer wat netjes uitziet. Bloemen voor de herfst, plantjes voor de winter. Het moet er goed uitzien. Teken van zorg, teken dat we met eerbied iemand willen gedenken. Ik ga ook regelmatig naar het graf van mijn moeder. En dan sta ik er wat stilletjes bij. En dan denk ik, God, wat zou ze nou gezegd hebben? Dan denk ik aan hoe ze me zelfvertrouwen gaf. Hoe ze me liefde gaf. En dan denk ik, wat mis ik er? En tegelijkertijd word ik ook altijd een beetje vrolijk. Dan denk ik, wat heb ik eigenlijk een fantastische moeder gehad. Wat een bevoorrecht mens ben ik dat ik zo'n moeder heb gehad. Je gaat naar een begraafplaats om even stil te zijn. Ook om even uitgetild te worden boven de waan van de dag. Even te bedenken, stil te staan en te bedenken, waar kom ik eigenlijk ook alweer vandaan? Wie waren die ouders? Wie waren die grootouders? Wie waren die mensen met wie ik mijn leven lang zo intens verbonden heb gevoeld? Wie waren die mensen die mij liefde gaven? Een bron aanboorden die nog steeds een bron van je leven is. Anderen komen hier nooit. Die zijn er ook. Die vinden het heel ingewikkeld om hier te zijn. Komen ook liever niet naar begrafenissen toe. Of ze moeten wel heel dringend verzocht worden. Want ja, het maakt tegelijk ook wel kwetsbaar om hier te lopen. En hier te zijn. Je wordt herinnerd aan wat je mist. En eigenlijk wel misschien niet missen kunt of wilt. Of je gaat maar liever niet, omdat je elke keer weer geconfronteerd weet met een verleden, met zaken uit het verleden waar je liever niet meer aan wil denken. Het kan een reden zijn om hier maar niet te komen. Omdat het je te kwetsbaar maakt, je te zeer stelt voor de grote vragen van het leven. Wie liggen hier niet allemaal? U krijgt zo meteen een prachtige rondleiding, heb ik begrepen. Het mooie van deze begraafplaats is dat allerlei namen tot leven komen. Al die namen die een verhaal te vertellen hebben. We noemden al even die weduwe van de beurs, zoals mevrouw Borski genoemd werd. Of die grote tuinarchitect Leonard Springer. Maar hier ligt ook bijvoorbeeld Barend Biesheuvel. De mooie Barend, waar nog een prachtig proefschrift nog niet zo lang geleden over verschenen is. Hier ligt ook niet te vergeten Keetje van Wickevoort-Krommelen. Een hele belangrijke dame hier in het Bloemendaalse. Ook onze kerk heeft veel aan haar te danken. Denk aan het dorpshuis en aan Maranatha aan de Donkere Laan. De grote weldoenster van Bloemendaal. En ja, er is ook een steen waarop de bekende naam van Jacques P. Thijssen staat gebeiteld. De eerste natuurbeschermer van Nederland die de Nederlandse schooljeugd leerde om zelfstandig naar de natuur te kijken, daar oog voor te krijgen. Allemaal bekende namen.
maar ook namen van veel minder bekende mensen zoals u en ik. Mensen met ongekende betekenis. Allemaal namen die nooit vergeten zullen worden en hier op dit ongelooflijk mooie plekje in de duinen ons zullen herinneren aan wie zij waren. Wie van u heeft na mensen hier liggen op deze begraafplaats? Bijna allemaal. Ja, zo zitten we hier. Het belangrijkste wat een mens heeft in zijn leven en krijgt, want het is een geschenk, dat is niet zijn cv en ook niet een bankrekeningnummer. Het belangrijkste wat een mens in zijn leven krijgt, ontvangt, is zijn naam. Zijn naam of haar naam is het enige wat die mens onderscheidt van andere mensen. Met het noemen van je naam begint een leven en eindigt een leven. Bij de geboorte noem je de naam van dat kind. Zonder naam kan dat kind geen mensje worden. Maar ook als iemand overlijdt is het laatste wat we doen bij het graf, ik doe het geregeld, die naam nog één keer voluit noemen. Je naam, je leven begint met een naam en eindigt met een naam. Want zoals je naam is, zo ben je. Je naam is je identiteit. In Hebreeuwse zin zelfs je roeping. Wat in je naam besloten is, zo zul je ook moeten leven. Soms moeten namen ook veranderd worden. Een naam maakt je uniek. Zonder namen kunnen we niet leven. De grote Joodse denker Frans Rosenzweig heeft daar prachtige dingen over geschreven. Hij heeft ook gezegd, we leven in een situatie van spraaknood als er geen namen meer zouden klinken. Als we een nummer zijn geworden, dan vallen we terug in de onmenselijkheid. Ook Rozenstok Hussie heeft daar hele ware dingen over gezegd. We hebben een naam nodig. Zonder namen kunnen we elkaar niet ontmoeten. Zonder namen is geen menselijkheid nodig. Moest denken aan dat gedichtje van Neeltje Maria Min. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. En daarom raakt het me ook altijd zo om hier te wandelen op deze begraafplaats. Al die namen die vragen om onze aandacht. Namen die vragen om onze liefde en onze toewijding. Ook namen die ons uitdagen. Ons weer even bepalen waar het ook alweer om ging in het leven. Namen die ons bemoedigen ook, troosten. Om te leven, om voluit te leven in dit korte leven. Om zelf onze rol te spelen in dit leven. Om te doen wat ons staat te doen. Daarvoor zijn al die namen. Die kijken als het ware ons aan en hebben ons allemaal iets te zeggen. Een begraafplaats wekt vaak tranen en verdriet om wie we nauwelijks missen kunnen. Maar tegelijk is er dus ook zoveel meer op deze begraafplaats. Het is een plaats om even stil te staan bij de beslissende dingen. Hier worden, als het goed is, steeds weer even doden tot leven gewekt. Zoals Hanni Michaëlis, zo onvergetelijk dichter over wie zij zelf moest begraven. Meen niet dat zij gestorven is. Lieflijker dan een bloesemblad dat geurend aan zijn knop ontviel, ademt haar wezen door de ziel van hen die zij heeft liefgehad. En in de diepten van hun hart, uit doolhoven van leed ontward, weerspiegelt zich haar beeldenis. Meen niet dat zij gestorven is. Ik wens u een goede gedachtenis op deze onvergetelijke plek hier in Bloemendaal.